Dit is zo lekker. Echt, sinds de update in Brawl Stars komt het ene nieuwe naar de andere. We hebben natuurlijk al gespeeld met de nieuwe knokker. Maar op dit moment is er ook een nieuwe game mode. De eenzame ster eiland invasie. Zo heet het. Het is echt een ziek nice game mode. Ik vind het echt geniaal. Wat het is, je bent gewoon één popje. Je speelt alleen tegen iedereen. Dus het is één versus iedereen. En je moet gewoon zoveel mogelijk sterren verzamelen. En wie aan het eind de meeste sterren heeft, die heeft gewonnen. Dus eigenlijk moet jij gewoon de meeste mensen killen. En het is natuurlijk beter om iemand te killen met veel sterren boven zich dan met weinig sterren. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik heb het al een paar potjes gespeeld. En dit is de beste knokker die je ervoor kan kiezen. Nou, hier staat die Rosa natuurlijk. Dat is echt een hele goede knokker voor deze game mode. En ook in combinatie met deze map. Ik zal het wel even laten zien aan jullie. Ik heb een paar potjes gespeeld. Oh nee, dan moet ik even hier bij gevechtslog. Ik heb hier gewonnen. Super nice. Dus dat is nice. Hier heb ik nog een keer gewonnen. Dus twee potjes achter elkaar gewonnen. Daarvoor heb ik ook gewoon solo showdown gedaan. Ook twee keer gewonnen. Dus ik heb gewoon vier potjes op rij. Oh, hier heb ik ook gewonnen. Hier werd ik zevende. Oké, nou dan hebben we dus vijf potjes op rij met Rosa gewoon gewonnen. Echt ziek overpowered. Dit was trouwens solo showdown. Dit was de eenzame ster. Dus daar heb ik al wel potjes mee gespeeld. Ik wou eerst een beetje weten hoe het speelt. Voordat ik het ook in een video ga doen natuurlijk. Maar ik vond dit echt een superleuke game mode. En vandaag gaan we met Rosa spelen. En hopelijk gaan we de victory lijn voortzetten. En gaan we deze video ook een paar victories halen. En als jullie zin hebben in deze video, smash altijd een duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen. Dat zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken. En wat ik doe met Rosa in deze game mode is eigenlijk vrij simpel. Ik probeer een beetje in deze bosjes te blijven. En als ik iemand tegenkom, dan ga ik er meteen naartoe. Het handigste is trouwens om gewoon kills van andere mensen te stelen. Dat is echt zo chill. Maar ik kom tot nu toe nog helemaal niemand tegen. En trouwens, dit zijn natuurlijk plekken waar mensen spawnen. Ik moet wel blijven opletten. Maar kijk, dat is het chillen. Rosa is super sterk in de bosjes. Dus als je iemand tegenkomt, dan kan je die sowieso killen. Kijk, even mijn special neerzetten. Oh, nu moet ik wel uitkijken. Ik heb bijna geen HP meer. Maar dit gaat prima, dit gaat prima. We staan niet eerste. Je doet het ook. Nu moet ik trouwens deze even killen. Ah, shit. Kom op, killen. Oh, nice. En staan nu, blijf zo doorgaan. Dat betekent niet dat je eerste staat. Maar ik zie nu dat ik maar 4 sterren heb. Dat is een beetje balen. Ik had veel meer verwacht. Oh, we kunnen even hierheen. Ga even kijken of we die kunnen killen. Ja, die kunnen we killen. Er staat nog steeds, blijf zo doorgaan. Ik wil meer kills maken. Ik ga gewoon weer hier in de bosjes. Kom op, even mijn special. Oh, nee, dat was niet heel slim. Oké, ik ga even hierheen. En mocht hij me zo meteen nog aan willen vallen, heb ik mijn special, maar dat is niet eens nodig. Want ik kan hem hier al killen. 8 sterren, ik ben nog niet doodgaan, maar ik moet nu even mijn special inzetten. Ah, shit, oké, dit ga ik niet winnen. Shit, oké, daar was nog een Rosa. Rosa is ziek overpowered voor deze game mode. Maar ik wil sowieso in de top 3 eindigen. Maar daarvoor heb ik nog wel meer kills nodig en meer sterren. Beetje balen, ik had echt het idee dat ik wat meer kills had gemaakt. Maar blijkbaar is net iemand anders mij voor geweest. Ik hoorde dat hieronder iemand gespawned werd. Dan gaan we die even killen. Weet je, van dichtbij ben ik echt ziek overpowered met Rosa. Oh, ik stond heel eventjes eerste. Heel eventjes. Er stond kwamen een paarse letters in beeld. Daar wordt weer iemand gespannen. Dan gaan we daar weer heen. Kunnen we killen, 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 killen. Ja, nice. Ik sta nog steeds niet eerste. En we gaan gewoon naar het midden. En we gaan kijken. Oh, ik kan mijn special beter kunnen bewaren. We kunnen misschien nog een kill maken. Zo nice zijn. Oh, shit. Nee, gaat net niet meer lukken. Oh, dat is jammer. Ik moest even pushen op het eind. Kijken of ik die victory nog kon halen. We zijn tweede geworden. Wat alsnog niet slecht is. Maar het is wel jammer. Ik wou eigenlijk eerste worden. Maar jullie zagen wel. Rosa is ziek overpowered in deze game mode. Ik heb nu 3 potjes gedaan. 2 keer eerste. 1 keertje tweede. Tweede is natuurlijk nog steeds supergoed. Maar we gaan gewoon nog een keer spelen. Kijken of het nu wat beter gaat. En trouwens, dat is één nadeeltje van deze nieuwe game mode. Je kan niet zien op welke plek je staat. Je kan alleen maar rechtsboven zien hoe je het doet. Of je het goed doet, of dat je het beter moet doen. Dat is het enige wat je kan zien. Ik zie dat daar wat loopt. Kijk. Oh, ja, 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 ja. Oh, shit. En nu heb ik geen 1 kill. Nee. Die Bo. Ik wil die Bo killen. Die Bo, waar is die? Ik denk dat ik hem nu gewoon achteraan loop. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oh shit, dit is echt fucked up. Oké, ik ben die Bo kwijt. Maar we gaan gewoon door blijven lopen. Misschien dat ik zo meteen nieuw iemand tegenkom. Dat was echt bijna 2 kills in 1. Maar dan ook weer net niet. Maar ik kom nu helemaal niemand meer tegen. Ah, dit is echt fucked up. Beter kom ik zo iemand tegen. Anders, oh, kijk, want rechtsboven, je hebt meer sterren nodig. Maar als ik niemand tegenkom, dan kan ik ook niks. Ja, want anders moet ik misschien naar het midden. Oh, ik zie dat daar gevochten wordt.
We gaan even deze killen. Deze kunnen we killen. Dan heb ik 3 sterren. Dat scheelt in ieder geval iets. Ik heb mijn special, dus dat is wel chill. En daar wordt nu iemand gespawned. Oh, ja, daar hoef ik dit duel niet mee aan te gaan. Kan misschien wel. Maar weet je wat? Ik ga gewoon even naar het midden. Ik heb sterren nodig. Dus we gaan het gewoon proberen. Kijken of het gaat lukken. Oké, we gaan deze killen. Oh, die heeft 4 sterren. Dat is chill. Dan heb ik nu gewoon even 7 sterren in één keer. Oh, dat was wel echt een chille kill. Wat gaan we verder doen? Ik ga nu een beetje in de bosjes blijven. Want als ik zo meteen nog even een paar kan killen in de bosjes... Oh, daar was al iemand. Niet dat ik daar echt iets mee kan. Oh, kijk, kom op. Killen special. Kom. Lekker. Hebben we in ieder geval 9 sterren. Daar is een El Primo met een bow. Ik weet het goed gemaakt. Die El Primo. Ik wacht. Oh, daar zijn ze. Ik ga proberen die kill te stelen. En dan nog een kill. Nice. Dan heb ik toch nog even wat punten op tijd. Ja, ik zal mijn special even inzetten. En we zijn helaas nu niet eerste geworden. Misschien weer tweede. We gaan er nu achter komen hoeveelste ben ik geworden. Derde ben ik geworden. Alsnog weer niet slecht. Maar het is weer geen eerste. Maar je ziet het. Elk potje gaat gewoon lekker. Trouwens, ik ben ook bijna met Rosa rank level 15. Wat ook chill is. Want daarvoor ben ik natuurlijk aan het strijden. Al mijn knokkers naar rank level 15 krijgen. Dus heb ik Rosa ook bijna. Dan moet de Carol nog. Bibi moet ik ook nog. Ik denk dat Bibi trouwens ook wel overpowered is. Maar net iets minder. Maar we gaan gewoon nog een potje spelen. Hopelijk gaan we die wel winnen. En dan als ik dan rank level 15 ben, krijg ik ook weer van die punten erbij. En dan heb ik meer dan 5000 van die punten. Dat is echt ziek veel. Misschien dat ik daar binnenkort wel iets leuks mee kan doen. Maar laat me even weten of jullie willen dat ik daar een skin mee ga kopen. Daar is een El Primo. Nee, dat duel ga ik nog niet aan. Daar is een Rosa. Oké, nice. Die zit er volgens mij niet achter. Of zit hij er wel achter? Ik weet niet precies. We kunnen nu... ik wil mijn special... Ah, ik wil mijn special inzetten. Shit, ik had mijn special nog niet. Oké, dat was een beetje dom. Maar weet je wat? Ik laat nu gewoon een beetje hoogtepunt zien. Als er weer iets speciaals gebeurt, zien jullie me weer. Ik wil echt een victory halen deze video. Nou, de tijd zit er bijna op. Ik heb nu 10 punten bij elkaar verzameld. Ik wou nog even naar het midden gaan. Kijken of ik nog kills kon maken. Maar dat gaat hem niet meer worden. Nee, helaas. Dikke pindakaas. Ik denk dat we nu niet eens derde zijn geworden. Misschien zijn we nu vierde. We gaan telkens 1 plekje naar beneden. Natuurlijk is dit alsnog prima. Het gaat echt niet slecht of zo. Want we krijgen elke keer gewoon dikke pluspunten. Maar ik wil gewoon even een victory halen. Dat is gewoon veel nicer. En dat is ook 2 keer achter elkaar gelukt. Maar dan moet het nu ook lukken. En we hebben nu weer inderdaad van die punten erbij. We hebben momenteel 5000. Daar kan je dus van die speciale skins voor kopen. Maar deze kost 50.000. Die gouden mega crawl. Die is echt super sick. We kunnen ook Tara, maar dit is niet zo bijzonder. Ik hou ze mooi en mocht er een keer een zieke aanbieding zijn, dan gaan we die kopen. Maar hopelijk gaat dit het potje worden dat ik dan eindelijk even een victory ga halen. El Primo, die komt trouwens ook super vaak voor in deze game mode. Die is ook wel overpowered trouwens. Maar ik zag dat hier iemand liep. We kunnen even kijken. Oh, dit is een Daryl. Die is ook wel overpowered. Ja, die is ook goed. Shit. Oké, dit potje gaat tot nu toe wel redelijk goed. Ik kan nu weer een kill maken. Oh, ik sta een kop. Dit zou een super baas zijn als ik dit kan winnen. Come on. Oh, shit, kom op. Hit. Oh, nice. Oké, ik sta weer aan kop. Oké, hier eventjes schuilen. Oh, shit, daar is gewoon iemand. Dan gaan we even hier snel weg. Ik wil wel eigenlijk mijn ster houden. Dat zou wel nice zijn. Maar we moeten eigenlijk nog even 1 kill maken. Hier, deze kant. Nice. 19 sterren. Oké, dan hebben we nu eindelijk een victory. Waarschijnlijk, dit kan eigenlijk niet meer fout gaan. Kunnen hier die nog killen? Oh, nice. Perfect. 21 sterren. Zieke victory. Nice, dat is nog goed gekomen. Oh, ja, dit kon ook gewoon niet fout gaan. Wat een ziek potje was dit. Dit ging echt lekker. Dit ging gewoon perfect. Toch even afsluiten met de victory. Dat is wel net zo lekker. Dan hebben we ook meteen net iets meer dan rank level 15. Want dat heb ik wel. Ik heb vet veel kracht. Nee, knok is echt precies rank level 15. Omdat ik alles naar 15 wil. Maar dat gaat ook niet heel lang meer duren. En ik heb alles, jongen. Ik ben echt goed op weg. En dan gaan we ook richting die 10.000 trofeeën. Daar ben ik ook hard voor aan het strijden. Maar ik vind een nieuwe game mode erg leuk. Het is alleen niet de beste manier om heel veel, zeg maar heel snel heel veel omhoog te gaan. Omdat de potjes best wel lang duren en ze kunnen ook niet sneller gaan. Dus het duurt sowieso volgens mij 2 minuten ongeveer. Dus dat ben je sowieso kwijt. Maar het is wel een erg leuke game mode. En met de goede knokkers kan je alsnog veel vooruit gaan. Want ik ben gewoon de afgelopen potjes, ik kan het even laten zien. Daar heb ik geen 1 keer verloren. Dan moet ik wel op het goede knopje drukken. Kijk hier. Eerste, vierde, derde, tweede. Vanaf de tweede heb ik opgenomen. Dus ik heb alleen maar pluspunten gekregen. 8.
6, 5 en hier weer 10. Dus dan ga je alsnog best wel snel vooruit. Ook al is het dan niet de snelste game mode, je gaat alsnog best wel vooruit. Dus misschien werkt het ook wel goed. Maar dan laat ik het hierbij voor deze video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!